Dit is de Acer Aspire V3 572G 5921 Azerty. Het is een 15,6 inch laptop met een dual Broadwell i5 processor en 8 gig aan werkgeheugen, wat maximaal is uit te breiden naar 16 gig. En dat betekent dat hij heel geschikt is voor het hobbymatig bewerken van foto's en video's, spelen van de nieuwste spelletjes, bekijken van allerlei soorten multimedia op Full HD, maar natuurlijk ook de dagelijkse dingen zoals bijvoorbeeld Office of internet. Nou, als we eerst even kijken naar het materiaal, zien we dat het in de bovenkant vervaardigd is van een zilverachtig kunststof met een horizontale brush look erin, wat er vrij uitziet. En aan de onderkant zien we een mat soort materiaal en ook zien we dat de batterij vervangbaar is. Nou, hij is 3,03 cm dik en 2,55 kilo. Dat maakt hem niet heel bijzonder in deze klasse. En hij zal ongetwijfeld zonder moeite in speciale rug- of aktetassen passen. Nou, ik zal bij het scherm even een A4'tje houden, zodat je een idee krijgt van hoe groot het ongeveer is. En als ik die op de rand leg, dan zie je dat hij aan de zijkant een stukje uitloopt, maar net iets minder hoog is dan een A4'tje. Nou, dat scherm wat erin zit is een mat Full HD scherm en dat zorgt ervoor dat hij heel weinig last heeft van direct zonlicht en reflecties, waardoor je dus altijd goed kan zien wat er op je scherm gebeurt. En met die Full HD resolutie heb je altijd een heel scherp beeld. Nou, aan de bovenkant van dat scherm vinden we een webcam, wat natuurlijk heel fijn is voor programma's zoals Skype. Het toetsenbord heeft aan de zijkant een numeriek gedeelte en het touchpad is heel fraai weggewerkt in het design met een hele fraaie bezel. Maar mocht je dat niet fijn vinden, kan je natuurlijk altijd ermee een bedraden of een draadloze muis op die laptop aansluiten. Aan draadloze connectiviteit heeft hij uiteraard wifi. En hij heeft wifi AC en dat betekent dat het de snelste consumenten wifi is die op dit moment op de markt is. Daarnaast heeft hij ook nog eens Bluetooth 4.0 en daarmee kun je andere apparaten zoals je smartphone of je tablet draadloos koppelen aan die laptop. Nou, mochten ze dat niet hebben, kan je ook de kaartjes ervan direct in de card reader steken of ze aansluiten met de USB poorten. En daarvan zitten er twee aan de rechterkant naast de CD en DVD B. Maar let erop dat er geen optische drive in zit. Dus mocht je CD's of DVD's willen afspelen of branden, dan zul je er echt een externe brander bij moeten aanschaffen. Nou, aan de andere kant vinden we een VGA en een HDMI poort, zodat je eventueel een extra monitor kan aansluiten of hem kan aansluiten op de tv. En vinden de laatste USB poort en als USB 3.0, zodat je altijd de hoogst mogelijke transfer speed hebt. Nou, een interne opslag heeft een 240 gig SSD en dat betekent dat de laptop zelf razendsnel zal opstarten en ook dat de laadtijden van bijvoorbeeld programma's en spelletjes veel langzamer zullen zijn. En aan grafische rekenkracht heeft hij een dedicated NVIDIA GeForce GT840M en daarmee speel je de meeste spelletjes, maar dan wel op low en medium instellingen. Nou, als jij nou meer informatie willen hebben over deze laptop of zij hem misschien gelijk willen aanschaffen, kijk dan even op laptopshop.be of kom langs in een van onze winkels.